gewicht van je rugzak of je huttentas. Ik zou geen rugzak meenemen die 60, 70, 80 liter aan kan. En een rugzak van 10, 20 liter is ook wat weinig. 30 misschien ook nog wel. Dus een beetje rond de 45 tot 55 liter. Dat is een normale huttenhoeveelheid. Huttenzak, rugzakhoeveelheid. Die hoeft natuurlijk ook niet helemaal vol. Het is vooral handig om wat dingen kwijt te kunnen die wat volume innemen, maar niet het gewicht. Plus natuurlijk, dan moet je 2 liter water rekenen. Om mee te gaan als het heel warm is, mag je meer meenemen. Als je heel dorstig bent, mag je meer meenemen. Als het een hele lange dag wordt ook. Zeker als er onderweg geen almen zijn of andere plekken waar je wat te drinken kan krijgen of water kan bijvullen. Los van het water hoorde ik bij terugkomst dat de regel is bij 10% van je lichaamsgewicht. Dus wat je maximaal mee zou moeten nemen. Nou, met mijn 72 kilo had ik 10 kilo bagage plus die 2 liter water. 10 kilo is dus niet 10% van 72 kilo, dus ik had zeker 3 kilo te veel. Dat heb ik onderweg ook gemerkt, dat er heel wat dingen die bij waren die interessant waren, handig waren om ter plekke te hebben in de hut. Of voor als je eens een keer 3 dagen regen achter elkaar hebt, dat je dan toch nog een keer droge kleren hebt of droge sokken hebt. Nou, dat is allemaal prachtig, maar je moet het wel allemaal op je rug meeslepen. Het kan allemaal wel, maar het maakt het genieten echt een stuk minder. Dus het advies is, probeer aan die 10% te houden. Dat ga ik volgende keer ook zeker proberen. Neem het vooral niet toch mee, want ik heb dus gemerkt met die lockers dat je het niet kwijt kan in lockers. Dus dat je het gewoon mee moet slepen. Dat was voor mij de reden om de huttentocht halverwege af te breken. Een hotel te zoeken en in Innsbruck nog wat dagtochtjes te doen, maar niet meer die huttentocht te vervolgen. En als we het hebben over extra bagage, dan viel het mij tegen dat ik op het station van Innsbruck, wat toch gewoon het hoofdbaanhoofd is, zou verwachten dat je daar ook lockers hebt waar je je spullen een week in kwijt kan, of misschien 2 weken in kwijt kan, die je niet nodig hebt. Zoals misschien een tent of kookspullen of extra warme kleren die je toch uiteindelijk niet nodig hebt, omdat het blijkt mee te vallen met het weer. Dat kan dus niet. Je kan wel een locker huren op Innsbruck, hoofdbaanhoofd, voor 2 euro tot maximaal 3,50 voor een hele grote locker. Alleen, ze zijn maximaal 24 uur beschikbaar en daarna gaan ze weer open. Nou, dat zou je niet willen als je daar je spullen in hebt en je bent onderweg de volgende hut en de volgende hut en de volgende hut aan het ontdekken. Dat je spullen op het station liggen in een kluis die open is. Dus dat is echt een tegenvaller, dat heb ik zelf ook meegemaakt. Ik had op een gegeven moment zoveel spullen mee dat ik dacht, nou, nu is het wel een goed moment om terug te gaan naar het dal en dus wat spullen in de locker te gooien bij het station. Dan kan ik de hutten toch prima vervolgen met misschien de helft van mijn gewicht. Helaas, dat ging dus niet. Dus daar kon ik in ieder geval niet de spullen kwijt. Misschien dat er andere mensen zijn die tips hebben waar je wel meerdere dagen je spullen kwijt kan. Als je uiteraard geen hotel of bed en breakfast geboekt hebt. Ik ben zeer nieuwsgierig wat mensen daar voor trucs voor hebben. Dit was wat ik wilde vertellen vandaag. Tot de volgende keer.